allang uiteindelijk vertrekt de Nederlander zou moeten doen vergeten. Club troefde bij de transfer voor Score Pro League in de tweede klasse. En daar is toch wel enigszins een leegloop aan de gang. Wel een minuut of twee verder, dus we houden het bij Tollies, zoals ze hem ook noemen. Zijs nog eens een keer. En hier een van de jongens van Club Next en ook wel een optie op de toekomst. En dat geeft toch aan dat Ronnie Deila wil inzetten op de jeugd. Dit was een hele goede diepe bal, maar goed uitgekomen daar van Bill Lathouwers. Yes, Degenaars. Een belofte bij Beerschot, die hier zijn kans krijgt. Een middenvelder, 18 jaar is hij. En ondertussen kijken we naar Thiago met een eerste pogingje. Zij stond bij Homma en Van Aken. Ja, Homma is ermee vandoor. Kan hij die bal binnenhouden? Nee, maar wel een inworp, dacht ik, voor Club Brugge. Maar de Brusselse scheids beslist. Hugo Vetlesen, 23 is hij. En de zesde Noorse voetballer in de clubgeschiedenis van Blauw-Zwart. Ik kan misschien alles even nadenken wie die andere vijf dan wel zijn. Maar als je weet dat er al Europese wedstrijden zitten aan te komen. Challenger Pro League, die overigens wat later begint. Pas binnen een maand eigenlijk, op 11 augustus. Dan speelt Beerschot zijn eerste match tegen RSIA Futures. Maar we kijken naar Homma. Snelle benen, de Japanner. Breed leggen, tot bij Skoras. Die probeert het nu eens zelf met een laag schot. Afgeblokt daar bij Beerschot. En hier is Homma nog eens een keer. Die het altijd wel eens probeert met wat technische vaardigheden. Een rits, goed binnen doorgegeven, prima gedaan. En nu de trap en die gaat maar net voorlangs. Zij stond bij Homma. Dat wel een kapitaalsverhoging doorvoerde, onlangs om wat ademruimte te hebben, want er moesten nog wel wat schuldenputten gevuld worden. Thiago tot bij Van Aken en dan Homma. En dan moet Miché even, ja, die houdt in, maar Homma met een goede schijnbeweging. Laag zwaard, waardoor Mignolet er altijd net op tijd bij kon. Maar echt uitgespeelde kansen heeft Beerschot niet weten.